straks na de reclame Lunch TV met als gast Pia Douwers. En natuurlijk met Ad Jansen. Ad, wat gaat het worden vandaag? We gaan vegetarisch koken voor twee lieve dames. En dat wordt een linzenstoofpot met knoflook en met aardappel. Wat heel erg lekker. Ik vind het reuze spannend. We gaan het meemaken straks. Het ruikt ook al lekker, hè? Oh. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Lunch TV. Rijen is ziek, dus ik kreeg vanochtend ineens een telefoontje of ik hier om 12 uur wilde zitten. Dus in alle haast ben ik een soort ingevlogen. Mireille wensen we vanuit Hilversum met ons allen heel veel beterschap. Want ze zal er nog wel erger aan toe zijn dan de mensen hier aan tafel. Want wij zijn ook allemaal een beetje snotterig, toch? Lunchgast is Pia Douwers, hartelijk welkom. Hi. En Ad, hoe is het bij jou? Nou, jullie hebben allemaal geluk, ik ben niet snotterig, dus het blijft allemaal netjes. Want we gaan een lekker vegetarisch linzengerechtje maken, een stoofpotje. Maar het wordt heerlijk. Nou, we gaan het zien. Pia, jij speelt op dit moment in een voorstelling Cole Porter's Songbook. Wat is dat voor voorstelling? Dat is een voorstelling die gemaakt is door het American Songbook productie. En die pikken steeds een Amerikaanse componist en tekstschrijver en gaan daar mee spelen en engageren mensen die bijvoorbeeld weinig met elkaar gewerkt hebben, zoals Joke Bruijs, Robert Long en ik en Cor Bakker. En dat mixen we samen en dan komt er een ontzettend leuke, gezellige en mooie voorstelling uit. Maar zijn het voornamelijk liedjes of zijn het ook andere dingen? Het is een echte concerttour met anekdotes en vertellingen van Cor Bakker tussendoor. En hoeveel voorstellingen doen jullie? We hebben er 10. En we hebben vanavond nog in Leiden, dan hebben we, even kijken, vrijdag in Groningen en zaterdag in Breda. Dat is wel weinig, of niet? Het is heel weinig en dat vinden we ook erg jammer. Ja. Maar aan de andere kant heeft dat ook wel weer een flair van zo'n korte samenkomst en zo'n krachtige explosie van leukigheid en gezelligheid. Ja, ja. En je zegt we hebben weinig samengewerkt, maar Joke is wel een vriendin van jou, of niet? Dat is Joke de Kruijf. Oh, Joke de Kruijf. Ja, die is mijn beste vriendin. Ik ben even in de war. Maar Joke Bruijs, ik moet zeggen, het heeft meteen geklikt. En met Robert ook. En met Cor ook. Het is echt hartstikke leuk. En ook een prachtig orkest onder leiding van Jos Beren. En dat is geniet hoor, met zo'n big band spelen. En er is ook een big band bij. Ja, het is een groot orkest is het. Het is prachtig. Ja. Heb je het idee, we zouden daar meer mee moeten doen? Denk je dat er nog een reeks kan komen? Of is het toch echt een bedoeling? Ik zou het hartstikke leuk vinden om dat te doen. Ik heb nu de smaak te pakken. Ik zou sowieso zelf ook een tour willen doen met zo'n groot orkest. Maar met deze mensen, ik zou dat zo nog een keer doen. Ja. En wat doe jij precies zelf in dat geheel? Jij zingt uiteraard. Ja, ik zing. Iedereen heeft zeg maar een blokje om zichzelf voor te stellen. En in de tweede helft doen we allerlei duetten en gaat het door elkaar heen. Ik dans, ik zing country, ik zing klassiek. Ik doe eigenlijk van alles. Nou, hoe doe je dat als je zo verkouden bent, zoals vandaag? Dat is wat moeilijker. Ten eerste gewoon er doorheen slaan. Flink islamoos naar binnen. Dat zijn van die tabletjes die blijven lekker kleven. En dan krijg je wat minder kriebelhoest. En doorzetten en stralen. Ja, gewoon doen. Nou, goed. We gaan even kijken bij Ad. Ad, hoe gaat het daar? Ja, ik ben alvast begonnen, want koken met linzen heeft toch een klein beetje aandacht nodig. Zeker omdat de tijd dat het moet garen toch een beetje duurt. Wat voor ingrediënten hebben we eigenlijk allemaal nodig dat u boodschapjes kunt doen? Ik zal ze hier eventjes snel even de revue laten passeren. Natuurlijk, een aardappel, want een aardappel geeft straks die binding aan die stoofpot, dat pittige stoofpotje. Bleekselderie, tomaat, peterselie, laurier. Dat pittige komt natuurlijk van dat pepertje af. We hebben aardappel, die heb ik alvast in kleine blokjes gesneden. Nou, dat wordt allemaal een mengseltje van allemaal lekkere natuurproducten.
Die, u kunt ze hier al zien. Als u boodschappen gaat doen, hij is weer weg. Kijk. Maar goed, het ging heel snel. Het komt vanzelf terug, dat weet ik zeker. Wat gaan we wel doen met linzen? Want linzen is eigenlijk heel lekker voor vegetariërs, omdat er vezels in zitten. En die vezels hebben we allemaal nodig. Dus linzen moet je wel van tevoren even weken. U kunt het niet in het recept zien, want er staat in dat u de linzen ongeveer 25 minuutjes met aanhangend vocht moet opzetten. Als u het nou weekt van tevoren, dus als u denkt van ik ga morgen linzen koken, zet ze even in water dat ze net onder staan en dan zuigen ze in feite dat water op. En dat is lekker bij die linzen. Nou heb ik dat hier al klaargezet. En dat zijn die linzen die ik met... Dus eerst goed wassen die linzen, want ja, er kunnen toch wel wat vieze dingetjes aan zitten. Goed wassen en dan het aanhangend vocht, daar gaan we het mee opzetten. En dat laten we dan ongeveer een minuutje of twee, drie gaan we dat laten trekken. Wat doe ik dan nog meer bij om wat smaak te krijgen? Dat zijn die laurierblaadjes en knoflook. Nou, u ziet de andere ingrediënten van het stoofpotje hier. Die knoflook en die laurier die haal ik er straks uit. Want als die linzen zeg maar bijna gaar zijn, en dat kun je voelen door gewoon even één in je hand te pakken en erop te knijpen. Of, wat ook lekker is, gewoon even te proeven. En dan moeten ze toch nog een klein beetje hard zijn. Want als deze, en deze hebben nu ongeveer een minuutje of 20 getrokken, dan gaan we die in een vergietje gooien. Ik begin er bijna van te stotteren. En dan gaan we straks die stoofgerechtje maken. En wat gaan we dat mee doen? Dat is met allerlei lekkere groenten, zoals bleekselderie. Bleekselderie stelen, 6 stuks, tomaat, die aardappel en die ui. Nou, dat gaan we allemaal lekker opstoven en daarna gaan we die linzen weer toevoegen. Dus ik kom straks terug om dat stoofgerechtje eigenlijk te laten zien. Nou, mijn maag begint al te knorren zo ongeveer. Pia, jij hebt onlangs afscheid genomen van Elisabeth. Dat is een grote rol, die heb je een hele tijd gespeeld in Nederland. Hoe was dat afscheid? Dat was, zoals ik tegen iedereen zeg, out of this world. Het was ongelooflijk. De voorstelling zelf was al ongelooflijk. Er heerst een sfeer, dat krijg je maar eens in de zoveel tijd. En daarna werd ik quasi ontvoerd. Ik kreeg een haarstuk in. Ik moest een Evita-jurk die ik van Doris had geleend, die van mij was in Wenen thuis, kreeg ik aan. En toen werd ik ontvoerd naar buiten. Ik denk, oh leuk, we gaan een rondje maken en dan komen we weer terug. En dan gaan we daar echt een leuk feestje vieren. En er stond een koets klaar. En mijn vriend, Sander, die was verkleed. Helemaal met staart en zo'n kort broekje, weet je wel. En een roos in zijn hand. En ik ging in het koetsje zitten, dus ik dacht nog steeds, we gaan een leuker rondje maken en gaan weer naar binnen. En toen kwamen we bij Sociëteit de Witte, bij het strand van Scheveningen aan. En daar stond iedereen in gotische kledij met fakkels op die blauw-groen belichte trappen. Nou, het was zo ongelooflijk. En toen hebben ze Mozartstukken hebben ze gezongen. Ger Otte heeft dat ingestudeerd met het ensemble. En iedereen deed wat mijn vriend speelde, gitaar. Nou. Dus het was zeer emotioneel en mooi. Ik kan me voorstellen. We gaan nog even kijken naar wat fragmenten uit de voorstelling Elisabeth. Voor jou wil je mooi zijn, maar ik eis voor respect van jou. Wil niet in ons kooi zijn, ik vecht voor mijn recht van vrouw. Maar vraag niet mijn leven, dat kan ik jou niet.
mooi stukje. Ja, het is ook. Hoe vaak heb je hem gespeeld nou in Scheveningen? In Scheveningen meer dan 300 keer, maar in totaal al ruim meer dan 700 keer. Hoe hou je zo'n rol fris? Komt dat dan toch niet op de een of andere manier iets sleets in? Het is veel vermoeider om het sleets te maken. Het is veel spannender en vind ik ook een plicht tegenover je collega's en het publiek en jezelf om elke avond weer te proberen van hoe zou die vrouw gereageerd hebben op dit of dat. Om toch elke avond weer te kijken hoe ben ik gesteld en hoe zou ik daarmee omgaan op dit moment. Maar focus je dan elke avond op een ander stukje in die voorstelling? Soms wel. Het is niet altijd makkelijk hoor, om elke avond te spelen. Maar als eenmaal het licht aangaat, dan is het, dan gaat het. En soms dan heb ik de hele voorstelling in zijn geheel pak ik en zeg ik van oké, ik ga er iets nieuws in brengen of ik pak één scène. En wat voor nieuws breng je dan in? Kan je een voorbeeld geven? Nou, bijvoorbeeld in Corfu, een stukje wat jullie net zagen met mijn zoon. Daarvoor, voordat hij binnenkomt, is zij eigenlijk een beetje in haar spiritisme bezig. En dat kun je natuurlijk op heel veel verschillende manieren brengen. En steeds, of naarmate de voorstelling vorderde, heb ik weer iets nieuws bedacht. Dat ik dacht van, oké, misschien was ze hier met die stemmen bezig. Misschien denkt ze dat haar zoon ook een stem is. Nou, dat was weer iets nieuws wat ik bedacht had. Dan de volgende keer denk je van, ik breng de bitterheid er wat meer in. En dan ontdek je, dat is misschien te veel. Misschien moet ik iets meer het verdriet erin brengen. Dus zo ben je bezig. Maar als jij nou zo een paar van die fragmenten ziet die we hebben laten zien, mm-hmm. Kan je dan zien, dat was die voorstelling? Weet je dat dan nog? Nou, dit ging te snel. Ja. Ik weet wel de fases waarin ik gewerkt heb. Ja. Niet per voorstelling, oh, dat was die voorstelling. Nee. Tenzij er iets flink misging. En dan uiteraard dan wel. Uiteraard wel. Heb je een goede raad voor je opvolster? Dat is Maaike Widdershoven. Kan je zeggen van, nou, daar moet je nou eens op gaan letten? Nou, goede raad. Ik heb zoiets van, die redt het wel. Die doet het prima. Het enige wat ik heb kunnen doen is in de voorstellingen die ik heb gespeeld en die zij gezien heeft. En de tips die ik haar gegeven heb voor het spelen van deze rol. Ik denk dat ze daar alles uit kan halen wat ze nodig heeft en dan zichzelf daarin brengen. Ik heb natuurlijk heel veel ervaring in die rol, maar dat wil niet zeggen dat ik de enige ben die mooi kan spelen. Nee, dat zou niet goed zijn. Nee. Inmiddels aangeschoven is ook de voorzitter van de TROS, Karel van Dodewaard. Ben jij de enige die de voorzitter van de TROS kan zijn, Karel? Of ik de enige ben die dat kan zijn? Dat zou je de leden moeten vragen. Ik hoop dat ze volmondig ja zeggen. Ja. Maar de TROS heeft ook iets met de musical Elisabeth. Ja. Er is iets bijzonders gebeurd dit jaar. Hè? Ja, dat gebeurt als volgt. Simon Jelsma, dat is de voorzitter van de sponsorloterij. Joop van der Ende en ik die zaten een keertje bij elkaar aan de tafel. En toen kwam het onderwerp op verpleegkundigen. We maken er allemaal wel eens een keertje kennis mee, omdat we zelf in een ziekenhuis zitten. Of omdat iemand uit onze kennissenkring in een ziekenhuis ligt. En toen realiseerden we ons ontzettend hard dat die moeten werken. Te weinig personeel, zware druk, onderbetaald. Nou, het staat voortdurend in de krant. En toen zeiden we tegen elkaar, ja, eigenlijk zou je voor zo'n groep mensen die zich zo inzet, zou je iets moeten doen. Daar zou je eigenlijk een nationaal kerstcadeau aan moeten geven. Dit is een voorbeeld overigens van de groep. Er zijn ook andere groepen mensen die ook zoiets verdienen. Maar eigenlijk was die groep mensen, die verpleegkundigen, dat was de aanleiding om daar met elkaar over te praten en te kijken of we zo'n kerstcadeau zouden kunnen creëren. En dat cadeau dit jaar is een bezoek voor die verpleegkundigen aan Elisabeth. Ja. Voor twee personen. Ja, en wie bekostigt dat, vraag ik me dan meteen. Dat is een stichting en daar zit die sponsorloterij in. Daar zit Stage Holding in. Dat is het bedrijf van Joop van der Ende. En daar mag de TROS ook aan deelnemen. Ja. En jullie gaan dus gewoon al die verpleegkundigen die zich het hele jaar... 140.000 in totaal. Die mogen allemaal naar de musical Elisabeth. Eindelijk kunnen we ze wat terug doen. Nou, het is een prachtig initiatief, maar ze kunnen Pia niet meer zien. Nee. Dat is het enige. Ja, en Duitsland is een beetje ver. In Duitsland is een beetje ver, maar ik denk dat ze zeer zullen genieten van degene die dat speelt. Dat denk ik ook. Maar jullie zaten, ik probeer een beetje voor te stellen hoe dat dan gegaan is. Hè? Drie mannen op de tafel die zeggen, die verpleegkundigen, die verdienen is wat extra. Zijn er nou ook nog andere groepen serieus in aanmerking gekomen voor het kerstcadeau? Of was dat eigenlijk van meet af aan van, nou, deze groep is zo bijzonder? Ja, eigenlijk is het bij die verpleegkundigen begonnen.
Joop's zwager lag in het ziekenhuis en vertelde een verhaal over. En dan ga je daar inderdaad, daar haak je erop in en dan vertel je over je eigen ervaring. En Simon vertelde dat ook. Dus we zeiden, ja, die verpleegkundige, daar moeten we wat aan doen. Ja, we gaan even kijken. We kunnen gewoon doorpraten hoor. Maar we gaan ondertussen even kijken naar wat beelden van de uitreiking van die prijs door Willeke Alberti. Fantastisch, bedankt. Bedankt. Hartstikke leuk. Erg mooi. Het Nationaal Kerstcadeau. De kerstvrouw mag zoeken. Nou, dankjewel Willeke. Willeke is helemaal een kerstcadeau. Ik ben er erg blij mee. Fantastisch. En heel erg verdiend. Nou, echt een geweldig initiatief. Echt, nou, zou ook echt een heel geweldig initiatief. Helemaal niemand zijn, denk ik, in Nederland. Oh, die een verpleegkundige dit zou willen onthouden. Je zei zelf, net voordat ik de instart zat, van nou persoonlijke ervaringen ook aan de grondslag gelegen hebben. Hebben jullie al ideeën wie het volgend jaar gaat krijgen? Nee, daar moeten we nog even over nadenken. Maar ik denk dat er genoeg groepen zijn die... Ik wil wel een groep nomineren, mag dat? Ja, zeg ja, nomineren zijn, ja. Docenten van middelbare scholen, middelbaar onderwijs. Ik vind dat die absoluut volgend jaar het Nationale Kerstcadeau. Die zetten we op de Heb jij ook nog een nominatie, Pia? Ja, ik overval je ermee, hoor, dus je ja, hoeft het maar. Even denken. Geestelijke gehandicaptenzorg. Ja, maar goed, ja. Maar dat is natuurlijk ook weer zit, dat is wel een gedeelte hier. Wat dacht u van de boeren? Ook goed. Nou, precies. Ja, ook een hele goeie. Een hele goeie, ja. Goed, die werkt altijd genoeg, namelijk. Ja, Karel, je krijgt nou allemaal e-mails van mensen die allemaal suggesties gaan geven de komende weken. Ja, we zullen ze met leuk dat je hier was, Karel. Dankjewel. Ads, gaat het goed daar? Ja, ik heb ook nog een nominatie, hoor. Dat zijn alle hardwerkende koks in Nederland. Ja. Kunnen we ze niet allemaal op één hoop gooien en dan gewoon iedereen maar welkom heten? Alleen als jullie koken. Dan maak je als trost, ben je onsterfelijk. Het is alleen maar goed voor misschien de misschien wordt dat het cadeau volgend jaar. Als ja, zou dat dat zijn? Ja. Nou, ik ga de, even laten zien dat we dat stoofpotje gaan maken. Ik doe een klein beetje olie in de pan. En dan gaan we al die andere ingrediënten die we op de lijst hebben staan, die gaan we even aanzweten met elkaar. Dus eerst de uien. Dus al die smaken moeten nu los. En die linzen nog niet, want die linzen die zijn al gaar. Dus die heeft u niet nodig. Uitjes heel fijn hakken. Ik pak even een schone lepel. En aanzweten wil zeggen in de olie verwarmen eigenlijk. Zonder dat het gaat kleuren. Dus het moet een beetje glazig worden. Dat noemen wij aanzweten. Nou, als die uitjes aangezweet zijn, dan de andere ingrediënten. Zoals de bleekselderie die ik in kleine stukjes heb gesneden. Als nou bleekselderie nog van die draadjes heeft, haal die even met een dun schiller eraf. Want anders blijft het zo taai. Dat is niet lekker. Dan als de bleekselderie erin ligt, dan de aardappel. Nou, de aardappel die heb ik al in blokjes gesneden, heb ik net al verteld. Die gaan er gewoon rauw in. Want die geven straks, want dan laten we straks 15 minuutjes lekker doorsudderen. En dan geeft die echt die binding, want die gaat zeg maar helemaal verpulveren. Blijft nog wel iets over. En die geeft dan die binding aan die linzen. Dan, u heeft het gezien, pittige. Nou, dat ligt aan die pepertjes. Die heb ik even gewassen. Zaadjes eruit. En dan heel fijn gesneden. Die gaan er ook bij. En die zorgen dat dat pittige smaakje in die linzen komt. Nou, dan de tomaat. De tomaat ook in blokjes gesneden. Dus eerst de tomaat geplisseerd. Plisseren is het velletje eraf halen. U weet het wel, kokend water, 10 tellen, dan eraf. En dan de pitjes eruit. En die gaan we dan ook in blokjes snijden. En natuurlijk mag bij vegetarisch, vind ik tenminste, geen knoflook ontbreken. Want knoflook maakt natuurlijk toch wel de smaak. Ook die snij ik in heel kleine stukjes. En dit gaan we met z'n allen... Dus al die ingrediëntjes gaan we ongeveer een minuutje of 15 gewoon lekker erbij blijven, omdraaien, elke keer met een lepel. Ze doen het dat heel die warmte door die ingrediëntjes heen gaan. Als we dit gedaan hebben, we kunnen natuurlijk nu ook peper en zout aan toevoegen. Kijk, het is nu al ontzettend kleurrijk, want sommige mensen denken dat vegetarisch, ja, dat is de nog feest, nog vis. Nou, dat is het eigenlijk ook zo. Maar je kunt met de fijne grondstoffen en de mooie grondstoffen zo mooi gerecht maken. En toch dat al die smaken, want pittig, of je nou een stukje vlees pittig maakt of een aardappel pittig, het blijft toch diezelfde smaakbeleving.
En ik denk dat we iets meer respect moeten hebben voor de vegetariërs. Dat hebben we niet altijd. Wij als koks ook niet, want het is altijd moeilijk. Het zijn altijd lastig. Als je een grote partij door het geven bent en er zit één vegetariër bij, dan heb je eigenlijk altijd meer problemen met die één vegetariër als met die 30 mensen. Maar ik laat u zien dat het nu wel lekker kan. We gaan het afwachten, Ad. Ik ben benieuwd. We gaan er even uit voor kort agrarisch nieuws. Overigens, als u van dat kerstcadeau nog even wilt nalezen, dan kan dat op www.nationalekerstcadeau.nl. En straks gaan we kijken naar een lunch, ergens in Nederland. We gaan kijken naar de opvang van huisdieren na de verschrikkelijke vuurwerkramp in Enschede. En nog veel meer van Pia Douwers, allemaal straks na het Agrarisch Journaal. Opeens zijn we er weer met een interview met minister Brinkhorst van Landbouw, onder meer over de reconstructiewet. Graag tot dan. U bent weer terug bij het tweede deel van Lunch TV met als lunchgast Pia Douwers. En die staat nu al in de keuken bij Ad. We hebben het nu alweer gezellig, Antoinette. Ja, heel gezellig. Want ze staat elke dag in de keuken, zei ze net tegen mij. En koken, ze zegt, ga maar aan de kant. Ja, want je kookt helemaal niet veel, hè? Nou, heel weinig inderdaad. Ja, maar dat is toch niet goed? Ik weet het, maar het is best wel moeilijk met dit beroep om een beetje geregeld te eten. Want wij spelen, je kunt niet om 7 uur gaan eten, want dan sta ik mijn schmink te doen. Ja. Dus je moet om 1:00 of 4:00 gaan eten en dat is best wel vroeg. Ja, maar je moet wel goed zijn voor je lichaam. Je leeft in je eigen lichaam. Nee, je hebt helemaal gelijk. En zeker als vegetariër zijn, lijkt het me nog veel moeilijker om... Kijk, een snackje, nou, dat is bij jullie al passé. Wat eet je dan? Een toastje alleen maar of kaas? Nee, groenten. Ik doe veel groentes en ik doe ook veel met soja en... of veel. Als ik dan kook, dan... Als je dan kookt, één keer per jaar eet je soda. Zo erg is het niet. Nee. Maar vegetariër... Pastaatjes en zo. Pasta's? Oh ja. Zie je, er is... Er is nog wat. Dat wist jij nog niet, bedoel je? Nee, oké. Gaat de wereld voor me open. Alleen, ben je nou echt vegetarisch omdat je het gewoon vlees niet lekker vindt en vis niet lekker vindt? Of ligt dat toch wat dieper? Nou, het ligt wel iets dieper. Ik vind het nu ook niet meer lekker. Nou, vis eet ik af en toe wel. Hè. Ik geef eerlijk toe dat het niet altijd mogelijk is om ergens vegetarisch te eten. Nee. Toen ik 9 jaar was, zag ik hoe men koeien slachten. Ja? Nou, dat was voor mij de druppel. Ik ben meteen vegetarisch geworden. Ja. Maar je bent ook niet tegen mensen die wel vlees eten? Nee, ik respecteer het allemaal, mits ze niet, ten eerste niet zeggen dat het moet. Want dan denk ik, wat een onzin. Ik leef ook nog. Ja. En ten tweede, ik ben ontzettend tegen de bio-industrie. Dat is voor mij echt het punt. Dus als mensen inderdaad met goed vlees in aanraking willen komen, dan heb ik zoiets van, nou, dat kan ik me voorstellen. Maar diervriendelijke producten bedoel je? Ja, ga maar gewoon. Oh, je bent er bijna klaar, zie ik. Ja, joh. Maar diervriendelijke producten, of vind je dat? Ja, diervriendelijke producten bestaan natuurlijk niet. Waarom niet? Nou ja, goed, ook als je dieren goed behandelt en dan slacht, ik bedoel, dat is ook niet diervriendelijk. Maar het is in ieder geval... kwets je die dieren daar niet mee in het begin, want het is natuurlijk, die dieren hebben een hel. Ja, maar dan heb je verschillende vegetariërs, hè? Je hebt lacto-vegetariër, je hebt veganist. Wat ben jij eigenlijk? Ik ben lacto. Lacto, ja. Dat wil zeggen? Dat wil zeggen dat je wel eieren eet en kaas, alles wat van levende dieren wel komt. Dat mag wel, ja. Dus melk en boter en dat is allemaal. Ja. Wij gaan lins eten zo meteen, dus het is bijna klaar. Heerlijk. En wij gaan even kijken naar een willekeurige lunch ergens in Nederland. En vandaag gaan we lunchen bij moeder. Nou, nergens kan je natuurlijk zo goed lunchen als bij moeder. Heb jij wat met dieren, Pia? Anders dan dat we je net hoorden praten over dieren. Ik heb zeker wat met dieren. Ik zou graag wat met dieren willen hebben, want ik wil zo ontzettend graag een hond. Waarom wil je graag een hond? Ja, dat is mijn grootste wens mijn hele leven al geweest. We hebben vroeger een klein hondje gehad. En die was bang van de stad, Sousa. En die moest weg. Die hebben we gegeven aan iemand met een bos. En ik zou dat het liefste willen. Ik ben gek op honden. Maar het komt er niet van? Ik heb zo'n druk leven. Maar ik zou het wel heel graag willen. Misschien dat het me ook wat meer rust zou geven. Ja, nou. Illusies. Nou, het zou best kunnen. Iedere woensdag besteden we aandacht aan de activiteiten van Met Dieren Meer Mens. Dat is een stichting die de positieve effecten belicht van het houden van huisdieren. Aan het einde van dit jaar gaan we nog eens even kijken naar de opvang van de huisdieren na de vuurwerkramp in Enschede.
De hulpverleners van Enschede zijn ook genomineerd voor de Met Dieren Meer Mens Award. En of ze die gaan winnen, dat kunt u zien in een speciale uitzending van de TROS op 27 januari. Wilt u meer informatie over het onderwerp, dan kunt u kijken bij www.metdierenmeermens.nl of het even nalezen op teletekstpagina 295. Wij gaan terug naar jouw carrière, Pia. We gaan nog weer even een fragment bekijken uit de tijd dat je nog niet zo heel erg bekend was. Ja. Ah, we gaan nog even, dat duurt even, moet eventjes opgezocht worden geloof ik. Het is een fragment uit het ballet Les Misérables. Hoe lang is dat geleden? Oh, nou dat is in 91 geweest. Les Misérables in Carré en in Scheveningen daarna. Goed, ik zou even kijken of die voorstaat. En dit is ze dan. Niet langer alleen de trots van haar ouders, maar volgens internationale maatstaven een supertalent. Pia Douwers. Mijn droom is lang geleden al. De hemel blauw vol hoop en leven. Er is wisseling in, ook in haar eigen spel. Er is grote groei in haar spel. Ja, als je het ook de eerste keer van Miserable en de laatste dan... dan zie je daar een hele rijpheid. Leven, een hele rijpheid zie je daarin groeien. Ja. Een God die alles zou vergeven. Ik heb altijd wel het gevoel gehad dat daar iets kon zitten dat meer is dan alleen maar iemand die, die gewoon door het leven gaat zoals wij allemaal door het leven gaan. Hoe vond u dat? Heel bijzonder. En voor mij was het niet vreemd uiteindelijk toen het gebeurde. Mijn moeder was operettezangeres, had een hele bijzondere stem, heeft op de bühne gestaan. Mijn schoonmoeder. Moeder van mijn vrouw was zeer talentvol, pianiste, zangeres. Ergens zat het er voor ons allebei in dat er iets zou moeten gebeuren. Alles kent de kat is een criminele val. Man nennt ihn auch die unsichtbare Pfote überall. Eine Kommission ins Kommentar zu finden in einem Ort. Das ist alles hart. En ketsen. Oh mijn god. Dat is alweer een tijdje terug. Dat is een heel tijdje terug, want dat was Cats. En dat was in 88. Kan je nagaan. Zo, in Wenen was dat. Oh. Je bent begonnen in Wenen ook. Ja. In 86. Hoe ben jij in dit vak gerold? Is dat iets geweest waar je als jong meisje al van droomde? Of? Helemaal niet. Ik wilde geestelijk gehandicaptenverzorgster worden. 9 jaar lang, echt stevast. En toen ben ik een keer gaan dansen in een disco, terwijl ik op een Franse cursus in Zwitserland zat. En toen dacht ik, ik wil dansen. Nog helemaal niet met musical bezig zijnde. Toen ben ik naar Engeland gegaan. Ik heb een 3 jaar opleiding gedaan. En in die tijd belde mijn oom en zei, er is een musical cursus in Oostenrijk. Die heb ik gedaan. En toen zei iemand tegen mij, jij moet gaan zingen. En toen ben ik gaan zingen. En toen heb ik in Oostenrijk mijn eerste job gekregen, Little Shop of Horrors. Een van de drie meisjes. En toen is het gaan rollen, Cats en van alles. En in het begin in Wenen is ja, dat geweest? Absoluut. Ja, absoluut. Daar heb ik mijn basis gelegd. Ja. Heb je nog steeds wat mee, geloof ik? Daar heb ik absoluut wat mee. Daar ben ik zeer emotioneel mee gebonden. Het is een prachtige stad met veel verleden, melancholische sfeer, internationaal ook. En vooral, de natuur is zo bij de hand. In Wenen? Oh ja. En kom je nog regelmatig in Wenen? Ja, ik woon nog in Wenen. Je woont? Ja. Ja. Dus ik ga nu met oud en nieuw ga ik naar huis. Heerlijk, ja. Heerlijk. Je hebt in je beginjaren veel rollen in het buitenland gespeeld. Mm-hmm. Ook, dat kwam vanwege het feit dat je daar die cursus gedaan hebt? Ja, want daar heb ik echt mijn carrière begonnen en mijn vriendenkring gebouwd. Cats heb ik een kleine Cats carrière gemaakt, eigenlijk 2 jaar lang. En toen ging ik Les Misérables doen. En toen werd ik tijdens Les Misérables ging ik auditie doen voor Elisabeth en werd aangenomen. En toen, toen was het mijn doorbraak. Dan heb ik ook Grease gedaan en ik heb in Duitsland veel gewerkt. Dus ja. We gaan ook nog even kijken naar een stukje uit Wenen. Dus naar Wenen. Om Pia te bezoeken vlak voor de première van de musical Elisabeth. Een keizerin die ook model stond voor de bekende Sissy-films. Met Romy Schneider in de hoofdrol. Wat is dit? Nou, dit is de Staatsoper. Dit is gebouwd in de tijd van Elisabeth op. We hebben speciaal een ruimte gemaakt voor haar. Met al haar lievelings schrijvers en dichters en Achilles is er ook in.
speciaal voor haar helemaal gebruik van gemaakt. Alleen ze heeft er bijna nooit gebruik van gemaakt. Dat is jammer. Ja, dat was altijd bij haar. Representeren was gewoon vreselijk. Ik hoorde laatst ook een andere Nederlandse die in Elisabeth speelt in Wenen, Maya Hakvoort, Elisabeth is al 2 jaar voorbij. Is het makkelijk om daar te beginnen? Gevoegd, ja. Ja. Is het makkelijk om daar te beginnen als Nederlander? Komt in Nederland moeilijk in? Het grappige is dat ik ben eigenlijk begonnen in het buitenland en toen was er nog niemand. Joke was bijvoorbeeld in Hamburg en ik zat in Wenen. En bij Cats, toen kwamen er opeens een hele hoos Nederlanders. Toen is iedereen weer weggegaan, toen ben ik Elisabeth gaan doen, weer de enigste Nederlander. En toen ik wegging, kwam weer een hele hoos Nederlanders. Nou ja, geen Oostenrijkers. Aldo Kruisinga, die mijn zoon speelt, die heeft ook de dood gespeeld. Maya Hakvoort heeft mij opgevolgd. En maar waarom geen Oostenrijkers, vraag ik me dan? Dat is een goede vraag. Ik zou het niet weten. Goed. Jij gaat vanaf 9 jaar, dan ga je weer Elisabeth doen, want het is nog niet af met Elisabeth. Nu in het Duits, in Essen. Waarom Duitsland? Waarom Nederland niet meer in Duitsland? Ten eerste heb ik 6 jaar geleden al het aanbod gekregen om in Dresden ooit Elisabeth te doen. Dat is toen niet doorgegaan. En toen ging Joop een theater kopen in Essen. Toen dacht ik, nu moet ik toch mijn kans grijpen. Ik wil het heel graag nog een keer in een weer vernieuwde versie doen. Met nieuwe collega's. Blijf toch een beetje je kindje. Ja, ga je je hele leven doen, Elisabeth? Nee, absoluut niet. Nou, ik heb zoveel andere dingen gedaan. Mensen denken, die heeft altijd Elisabeth gedaan. Maar ik heb het maar 3 jaar gedaan. Dus 1 jaartje kan er nog bij. Dat is zeker. En welke rollen staan op je verlanglijstje voor... Na dat jaartje dan? Eens kijken. Ik zou heel graag Dot in Sunday in the Park with George ooit willen doen. En waar zou je dat willen doen? In het Engels, heel graag. Ja. Ja, en zit dat er aan te komen? Nee. Denk je dat dat er reëel? Nee. Ja. Maar ik heb wel kans op iets anders in Londen. Dus en dat is? Eventueel Chicago, ja. Dat zou ook een mooie. Maar dat zit er nog aan te komen. Goed, we zullen het zien. Of dat gaat gebeuren. Ik wens je heel erg veel succes met je carrière. Alle informatie uit de uitzending, ik zei het net ook al even, maar is nogmaals na te lezen op teletext pagina 295. En wij gaan vegetarisch eten, nu, samen. Het komt echt buitengewoon goed uit, Ad. Ja, hè? Ja. En we hebben allemaal honger. Het lijkt net of het gepland is, maar dat is natuurlijk absoluut niet. Nou, het zal toch wel een beetje zo zijn dat je op ons gerekend hebt. Ja, op jou wel natuurlijk. En op mij niet. Ja, ik ben even ad rem, hoor. Ja, jij hebt zelf meegekookt, dus, hè? Ad rem. Ja. Ad rem, inderdaad. Oh, wat lekker. Weet je wat je morgen gaat maken? Morgen ga ik, wat voor jullie misschien niet zo leuk is, maar morgen ga ik kalfsvlees maken, kalfslever. Dat is minder, dames, maar er zijn ook liefhebbers voor, gelukkig. Ja. Nee, laten we hopen dat de gast morgen dat wel wil eten. Dat is Martin Brosius. Morgen kunt u weer kijken naar Lunch TV voor vandaag. Tot ziens en bedankt voor het kijken. Smakelijk eten. Nou, dankjewel. Ja. Het is wel een beetje pittig, maar dat is helemaal niet erg. Ja, maar dat vind ik juist lekker. Dat is helemaal niet erg. Dat zijn wij vegetariërs van. Ja, maar het is een beetje smakelijk. Doe nog wel een beetje hard. Ja, maar dat is juist lekker. Het moet een beetje bite hebben. Al dente, hè? Met de pasta. Ja. Oh, dat is goed hoor. Ja. Kortom, recept opschrijven. De recepten kun je lezen. En dan beloof ik je dat het gaat komen.